Hoi. Hoi. Ah. Kijken naar een nieuwe video op ons kanaal. Ik ben Niels van Jij en de Producties en vandaag gaan we terug met de Zoom Tour van Jos deel 2. Het in het hoofdkantoor en laten we gelijk beginnen. Dus hallo. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij mijn nieuwe Room Tour, de update. We gaan gelijk hier zo heen gaan we beginnen. Blijf even pointen op mij. Goeie cameraman, echt. Het is een amateur, hè, dames en heren. Maar goed, dames en heren, we gaan gelijk hier zo heen. En volg. Kom maar even, dames en heren. Oké, dames en heren, we zien hier zo een hele mooie stoel staan. En hier het whiteboard met Ciara Pawlowski. Zijn jullie al geabonneerd op Ciara Pawlowski? Nee? Nog niet? Nou, abonneer je daar zo even op. En hier zo zien jullie de Road to 100 subs. En toevallig hebben we die al bereikt, dames en heren. En daarom dat die ook helemaal is ingevuld. En hier zo hebben wij een extreem volle nachtkastje. Met een heel mooi vliegtuigje. Een deel van een tol. Nou, hier zo de Legend zonnebril. Zet hem even op. Dames en heren, ik vraag me af of jullie mij zo nog herkennen, dames en heren. Herkennen jullie hem nog? Laat het even weten hieronder in de comments. En hier zo zie je die de wereldbol. En straks zien jullie een heel mooi ander deel hiervan. En hier zo mijn horlogecollectie. Dus hier zo een heel mooi duur horloge. Hier zo een wat kleiner horloge. En hier zo een smartwatch. En hier zo, dames en heren. En dit is niet gesponsord of zo. Geen sponsor. Hier zo, dames en heren, zien jullie dat? Dit is van echt zilver, het kettingje zelf. Van deze ook. Dus dit is nog best wel wat geld waard. En nou, die leggen we dan even terug. Nou, het boek. Een camera, altijd handig om security cams hier te stellen. En hier zo mijn nachtlamp. Althans, nachtlamp, gewoon mijn lamp, mijn wekker. En deze, dames en heren, hoort bij dat daar zo'n muur. Die kunnen wij zo aan het uitzetten. En hier zo natuurlijk het prachtig mooie bed. Altijd leuk. Dan gaan we door hier naar het nachtkastje. En wat ik net al zei bij de Wereldbol, een ander deel. Dat is deze, de maanlamp. En hieronder, dames en heren, zitten deze gaatjes. En die is voor een speaker. Dus een Bluetooth speaker zit er ook gelijk in. Op een accu, dus daar ben ik wel blij mee. En hier zo hebben wij een heel mooi vliegtuigje. En als ik nou op mijn telefoon een zaklamp aanzet, dan geeft het een heel erg mooi effect. Want dan gaat hij namelijk draaien. En als je dan dus steeds verder weg gaat, dan stopt hij er dus mee. Dus dames en heren, dat vliegtuigje. En dit is allemaal voor dat prachtig mooie kapsel. En dan, dames en heren, gaan we als eerst even hier zo naar dit nachtkastje. En dames en heren, hier zo al mijn spullen die straks bij mijn bureau horen. Een lampje. Dit is een leuk dingetje. En uiteraard, dames en heren, dit mag trouwens niet op kennen. Deze, kennen we deze nog? Ons logootje, compleet 3D geprint. Daar hebben we in totaal 2 euro op gedaan. En dan, dames en heren, gaan wij naar de computer zetten. Dit is hem dan, dames en heren. De officiële computer zetten waar wij alle video's, bijna alle video's editen. Ook een deel door Niels. En laten we eerst gaan beginnen bij deze. De Epson Expression Home 5150. Op wifi kan kopiëren, printen, foto's afdrukken en ook scannen. Dus echt gewoon alles in één. Dan het prachtig mooie scherm, dames en heren. De Philips 21,5 inch 223 V LED monitor.
En daarbij volgt een prachtig mooie laptop. En uiteraard de headset, de JBL Quantum 300. En waarom er zo'n verloopstukje bij zit, is voor het programma dat erbij hoort, namelijk de JBL Quantum Engie. Is het trouwens, is dit de setup die hierop staat? Nee, want dit is de JBL Quantum One. En dit is echt alles gewoon. Dus draadloos, compleet RGB verlicht. En de complete draadloze JBL Quantum Engie. En dames en heren, natuurlijk bij de monitor hoort een krachtige laptop. Of een PC, hoe je het net ziet. Dit is de JBL Note. Of JBL wat? Dit is de HP, ook wel gekend als Hewlett Packard. De HP Notebook 15,6 inch laptop. En ja, hij komt alleen uit 2016. En zit, even voor de echt computerneuten onder ons, zit een Intel Core i5-6 generatie zit erin. 8 GB RAM geheugen en 465 GB opslag. D-scherm en ja, dit is gewoon de perfecte setup en uiteraard toetsenbord en muis hoort er ook nog even bij. Namelijk als ik even de PC aanzet, zien jullie het prachtige toetsenbord van Trust GT of GXT, moet ik het wel gaan goed zeggen. Een QWERTY toetsenbord met ook een numeriek toetsenbord en ja, dames en heren, dan zien jullie de PC even in werking met het prachtige achtergrondje van JNM Producties Official. En dames en heren, dit toetsenbord, jullie zien een hele mooie regenboogverlichting. Kunnen wij ook aanpassen naar een mooi kabelend licht. Of je zet hem gewoon uit. Kan ook, of je zet hem gewoon helemaal aan. En ook dames en heren, het telefoonstandaardje waar altijd zo mijn telefoon op staat. Of de officiële JNN werktelefoon. En dan dames en heren, gaan wij naar de officiële setup waar wij altijd... Gamen voor de gamevideo's ook het meeste achter de computer zetten, namelijk de tv. En wat is dit geweldig duur, dames en heren. We zien hier zo, als eerst GTA 5 op staan. De Philips 43 inch LED televisie met Ambilight en Android TV. Upgrade naar Google TV staat erop. Ik zet hem even in werking op Google TV. En dan zien jullie het Minions The Race of the Gru. Maar goed, dames en heren. Dus op Google... voor de Android-haters, dat boeit me helemaal niks of jullie Android nou haten of niet. We zien hier zo de welbekende Google Play Store, AnyDesk, Apple TV, Netflix, YouTube Music, Spotify, de KPN, de NPO. En deze hoort zelf ook nog bij de tv. Hier zien jullie apps die mede mogelijk worden gemaakt door Google Play. Hier zijn mijn YouTube abonnementen. En leuke films en series en Spotify dingen en weet ik veel allemaal. En ja, dames en heren. En daaronder staat de JBL, ik haal het steeds door de war. De Yamaha HTR 4063. Moet je hier wat licht hebben? Ja, ik zie helemaal niks. Het is tenminste wel goed wit licht. De JBL dus. Een natural sound FM receiver. En ja, dit is echt een prachtbeest. Er komt heel veel geluid uit. En bij dit JBL surround of stereo systeem hoort een 5.1 instelling. En 5.1 houdt dan dus in 5 gewone speakers en 1 sub. En we zien hier zo bij de kast zien we 3 gewone speakers, namelijk
deze speaker, die daar zo, en hier is de center speaker. Dus dat zijn er dan al drie. En ja, die geven überhaupt echt al heel goed geluid. En die één, dames en heren, van die 5.1, dus die één, is deze. De Sub 45 watt. En trouwens, uit deze twee speakers komt 100 watt geluid. Dus echt heel erg veel. Deze is echt voor de hoge tonen. Of voor de lage tonen bedoel ik. Ik verspreek me wel erg vandaag, hè. En natuurlijk ook met het hele mooie Yamaha logootje erop. En het is echt een prachtspeaker. Dan gaan we naar achter. Naar de, of we gaan nog helemaal niet naar achter. We gaan als eerst hier zo heen. Naar de Xbox 360S. Voor de mensen die PlayStation hebben. Is ook helemaal goed. En daarna, dames en heren. Echt een nostalgie ding. De Nintendo VR 2005. Ik weet het. En ja, dat is echt... dat is echt nostalgie. En voor de mensen die nog DVD's, CD's en games spelen op een disc. Het is echt heel erg veel. Ik weet het, dames en heren. En ja, en, we hebben hier zo ook nog het hele mooie aquarium. Die een beetje zielig is aan het worden. Dan. Deze die werkt niet echt heel goed meer. Maar wel nog de bubbeltjes. En er zitten ook echt nog hele leuke vis in. En dan gaan wij eerst even naar boven. Want hier zo zien jullie een heel mooi schilderij. Wel geprint van Vincent van Gogh. En hier zien jullie allemaal dingetjes. En dat is... Kijk, we gaan even een look nemen. En hier zo mijn plakkaatje. Uit Amerika. Ik heb er wel mijn ouders voor me meegenomen. Maar het is echt heel erg mooi met twee briefjes van $1. En ze zijn echt al best wel erg oud. En dit is een echte officiële Amerikaanse dollar. Deze ook, als het goed is. En dit is uit Brussel. Van, ik weet niet of jullie dat hele rare gebouw met al die slangen en bubbelen en dingen en weet ik veel allemaal kennen. Maar dan, dames en heren, wacht even. We gaan even work in progress. Tadaa, dames en heren. We zien hier zo achter dat het één grote band is. Dames en heren, jongens, meisjes. We staan hier zo achter bij de hele mooie bank. In het zwart. En de kaart van GTA 5. En natuurlijk ook de controle. En dit is een opnieuw, die moet nog even weg. En hier zo zien we de welbekende beroemde nachtwacht met een hele mooie RGB. Een hele mooie RGB LED-strip. Met het prachtig mooie hoofd, dames en heren. Echt, wat een hoofd is het toch ook, ja, echt. En, waar is die jou hier? Kijk, ze zeggen dus dat dat hoofd, dames en heren, mijn vinger. Kijk, deze, dat hoofd hier, dat misschien Rembrandt van Rijn is. Daar zijn ze nog steeds onderzoek naar aan het doen. Maar goed, dames en heren, dit was nog wel zo'n beetje. Dan gaan wij als eerst hier zo naar de kast. En ja, dames en heren, even een disclaimer. Het is een bende. Dus, dames en heren. Dan zetten we als eerst even het licht aan. Kijk. Oké, dames en heren, het is ondertussen al de volgende dag. Maar Niels was vergeten het outro nog op te nemen. Maar, vond je deze roomtour dan leuk? Dus wens je even op een duimpje omhoog. Abonneer zeker op dit kanaal hieronder. Abonneer ook zeker even op onze andere kanaal. Zoals Jene Shorts en Jene Gaming. Volg ons ook op Instagram en ook op Spotify. Dat zeggen wij nu. Bye.